Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 65 hier in Singapore. De vorige wedstrijd in Rusland werden wij ook constructeurskampioen. Heb je die gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. We pakten daar alweer een overwinning. Verstappen helaas na een aanvaring met ons niet in de punten. In totaal 36 race overwinningen geboekt. We kunnen misschien Ayrton Senna gaan evenaren in het aantal overwinningen. Hij heeft er 41 voor pole positions, duurt het nog eventjes. We hebben er 23. Hopen dat wij dit keer 24 kunnen maken in de kwalificatie. Want we zijn aanbeland in Q1. Lekker droog weer hier in Singapore. Er is wel regen verwacht. Dus dat gaat nogal lastig worden. We krijgen gelijk een track limits aan onze broek omdat ik daar iets te wijd ging. Maar dat is geen probleem, want we kunnen gewoon doorstampen in Q1. Wat ik net al zei, regen verwacht in Q2 en Q3, dus dat gaat het wat lastiger maken dan dat het is. Max Verstappen zet een 1.33.8 neer. Wij gaan daar iets te wijd, wij zetten een 1.35.1 neer op 15e van Lando Norris. Dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten. En dat gaan we ook doen, want we zijn doorverwezen naar P16. En dus moeten wij op een nieuw setje soft de tijd neer gaan lopen zetten hier in Singapore. Zet de rood bij Delta neer. En dat blijft ook rood. Maar dit keer paars in sector 1. Groen in sector 2 en wij laten een P5 noteren op 10.000ste van Valtteri Bottas. 5 minuten tot de regen komt. Dus die komt er in Q2. En we zijn doorverwezen na Q2 en kijk maar, het begint al nat te worden op het circuit. Intermediates eronder gezet. En we gaan kijken waar wij zometeen staan. Zetten paars in sector 1 neer. Ziet er daar iets te wijd door en krijgen een track limits waarschuwing aan onze broek. Moeten oppassen voor de muur, want die zijn hier wat gevaarlijk. Minder gevaarlijk dan in Baku, Vietnam en in Monaco en in Jeddah. Voorzichtig aan hier op dit circuit. Je kan hier heel makkelijk de auto kwijtraken door die curbstones en de tractie die er gewoon niet is. En dan komen wij op een P1 met een 1.50.2. Goed om te zien. En dat is goed genoeg om ons door te kunnen stoten naar Q3. Full wets eronder gezet. Waarom? Ja, kijk maar naar het weer. Flinke buien eronder hebben al gelijk last van onderstuur. En missen die eerste en tweede bocht zelfs. 1, 2 en 3. Die bocht. Dan missen wij helaas. En hier ook, ja, weer onderstuur, kikt gewoon in. En hebben hier gewoon moeite om de auto recht te houden op dit circuit. Carlos Sainz met een 1.54.9 na de snelste tijd. Wij gaan dat niet evenaren. Sowieso niet, krijgen een corner cutting waarschuwing. En dat is een 1.55.6. En Charles Leclerc, dat is een 1.54.9. We zetten wel paars in sector 3 neer. Dan is het tijd voor de intermediates, want de regen is aan het minderen in het laatste kwalificatiedeel. Wij staan op P10, moeten hier alles geven. 10 minuten tot de regen, dan gaat het weer opdrogen, zegt Jeff. We hebben zometeen geen tijd meer voor een tweede run. Dus dit wordt een alles of niets poging om die pole position te kunnen pakken. Zet de paars in sector 1 en 2 neer. Tsunoda naar P7. Verstappen naar P7. Perez pakt de pole met een 1.50.5. Maar daar steken wij een stokje voor. Want wij noteerden paars in sector 1, 2 en 3. En wij pakken de pole position met een 1.49.5. 18e sneller dan Sergio Perez. Charles Leclerc op P3 op 19e. Sainz op P4 op 19e. Verstappen naar P9 op 1,4 seconden. Dat is heel teleurstellend. Daar gaan we naar voor carrière aflevering 65. Hier in Singapore, het belooft een hele lange wedstrijd te gaan worden. Ik zou zeggen,
Kom erop met rijd. Daar gaan we dan. Against the spectacular backdrop of the Singapore skyline, Formula One returns once again to do battle in what tends to become something of an endurance race. With the notorious sauna-like temperatures in the cockpit, making for an extremely physically challenging Grand Prix. The Marina Bay Street Circuit then has 23 corners, 13 to the left and 10 to the right, taking us a total of 3.1 miles around the landmarks of downtown Singapore. An average lap speed around here, just 107 miles per hour. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position. Sergio Perez lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Leclerc, Sainz, Valtteri Bottas, and Hamilton, Ricciardo, Russell, Verstappen, and Yuki Tsunoda, Giovinazzi, Gasly, Lando Norris, and Joe, Ocon, Stroll, Callum Eilert and Marcus Armstrong, Mick Schumacher, Latifi, Lundgaard and Nikita Mazepin. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Dan zijn we aanbeland bij de grid hier in Singapore. Een lange wedstrijd, 31 rondes te gaan. We starten op die medium compound. Volgens mij start niemand op de soft compound. Iedereen medium hard. Dat belooft wat. Een tweestopper, medium, soft. Neem maar extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. Daar gaan we naar voor carrière aflevering 65 hier in Singapore. Op het Marina Bay Circuit. We starten op pole position. De lampen gaan aan voor de grote prijs. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En Perez is beter weg. Zit al gelijk aan die binnenkant. Raken elkaar een klein beetje. En Perez moet daar over die curb springen. En wij pakken de leiding terug. Goed gedaan. Ellebogenwerk op dit moment gebruiken op dit circuit. Leclerc en Perez hebben dit met elkaar aan de stok. Wij rijden weg van de Mexicaan. En Perez heeft Leclerc afgeschud. Want Perez rijdt weer naar ons toe. Dat gat is 14e. En wij noteren paars in sector 1. Ziet er een klein beetje te wijd door, maar het is geen probleem. We zitten in ronde nummer 9 alweer. Het gaat hard. Want dat gat naar Perez is inmiddels geklommen naar 1,8 seconden. 1,9. Dus we zitten te stampen om dat gat te vergroten. En Leclerc volgt ons op 10 seconden, dus die harde band is geen goede keuze geweest van de monegask. Daardoor rijden Perez en mijzelf dus helemaal vrij. Dus eigenlijk houdt Leclerc, ik kan eigenlijk zeggen Perez, maar eigenlijk houdt Leclerc de boel daar op. Dus dat is goed om te zien. Zet er rood in sector 1 en 2 neer en zijn 15e langzamer in sector 2. Dus dat is jammer. Maar we zijn hier eigenlijk normaal niet zo goed in. Hebben gewoon veel moeite met insturen, want we hebben weinig downforce. Best wel gek, want we hebben onze kwalificatierun gezet met meer downforce. Maar goed, dat is dus niet meer in de race. Herhaling van de start met Perez aan boord. Die kwam beter weg. En wij proberen hem daar aan af te knijpen, maar dat hielp niet. En dan doet Perez dit niet slim, want die gaat hier over die curbstone en moet daar ons voorbij laten gaan. Anders had hij een illegale inhaalmanoeuvre gepleegd. En kan ons zo niet meer bijhouden. We zitten in ronde nummer 14 als we naar binnen duiken. Voor hopelijk onze laatste pitstop van de dag. Weet ik niet zeker hoor, maar we gaan het gewoon proberen. In ronde nummer 15, dus op de helft. En Guanyu Zhou is uitgevallen. Guanyu Zhou uitgevallen in de grote prijs. Staat stil in sector 2 bij het oude slingshot gedeelte. 2,7 is de pitstop en we komen
terug, denk ik, op P2 of op P3. We komen terug op P3, P4, maar hebben Perez geundercut. Sorry, geovercut. Excuseer. Dat is goed om te zien. En nu moeten wij wegrijden van Perez. Met nog ongeveer 16 rondes te gaan in de wedstrijd. En nu moeten we ook naar Daniel Ricciardo zien toe te rijden. Want dat gat is 17e, maar dat gaan we al snel helemaal dichten. Jazeker. Ricciardo is hier dan al het haasje. Want we gaan het zo meteen proberen. We zitten al gelijk te kijken bij de Australië. Ja, zo snel zijn die softbanden in vergelijking met die harde banden. Kijk maar. Duwen hem gewoon vooruit. En dan gaat Ricciardo hier extreem hard verdedigen. Maar dan remmen wij hem heel laat uit. En dat is P3. De volgende heet dan Lewis Hamilton. Voor P2. En Jeff is er blij mee. Goed om te zien. Herhaling van Guanyu Zhao in ronde nummer 14. Die hier stilviel. 0 punten voor de Chinese coureur. Oh, hij moet echt even oppassen. En dan parkeert hij hem. Jazeker, rechtdoor. Ronde nummer 16. En daar hebben wij dan Lewis Hamilton. We gaan er gewoon voor. Gaan kijken voor P2. Leclerc heeft een voorsprong van 10 seconden. En daar is Lewis Hamilton gezien. Jazeker, aan die binnenkant. Lewis voorbij geraast. En dat is P2. En zet er groen in sector 1 neer. Zijn 34.000ste sneller dan onze vorige beste tijd. Ik zie er dan een klein beetje te ver door, maar raken gelukkig geen muur. Dus dat is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 17 van de wedstrijd. Als het daar geel is, in sector 3 bij de tunnel. Daar staat een Aston Martin stil. Dat is volgens mij Antonio Giovinazzi die daar is uitgevallen. Jammer voor de Italiaan, jammer voor Aston Martin, maar goed, het is wat het is. Dit is en blijft een sport waarin de auto gewoon betrouwbaar moet zijn. En dat is hij bij Aston Martin en Red Bull niet. Want Guanyu Zhao en Giovinazzi vallen dus uit. En we zitten in ronde nummer 17 alweer. Het gaat hard. Gele vlag vanwege de Italiaan die daar stilstaat. En we kunnen weer racen, jazeker. En gaan ronde nummer 18 alweer in. Het gat naar Leclerc is 5,5 seconden. En wij zijn een tiende sneller. Nieuwe strategie is beschikbaar op de MFD, zegt Jeff. Om in ronde nummer 21, een ronde later dan gepland, naar binnen te duiken voor onze late pitstop naar de medium compound. En we hebben aan boord beelden van de Italiaan Giovinazzi. Hier is het dan al gezien. Jazeker, problemen. En hij blokkeert zijn teamgenoot Lance Stroll. De Stroll is hier niet blij mee. Want die verliest terrein naar de Williams coureur. Hebben Leclerc ingehaald. Want Leclerc is naar binnen gekomen in ronde nummer 26. En gaat hier aanvallen voor de leiding in de wedstrijd. Maar dan gooien wij hier de deur dicht. En we rijden nog steeds op die oude softbanden, hè? Van onze eerste pitstop. En Leclerc zit wel te kijken. Leclerc zit te kijken voor de leiding. Kijkt hier aan de buitenkant. Wij schieten hier gewoon door vanwege tractieproblemen. En raken Charles Leclerc. En Leclerc maakt een pirouette. En is weg. De virtual safety car op de baan geroepen. Sainz naar P2. Leclerc staat daar stil. Hamilton naar P3. Ricciardo 4. Bottas 5. We moeten opletten op de delta. Anders, ja, hebben wij een probleem en kunnen we een tijdstraf opbrengen of opkrijgen, net maar hoe je het noemt. We hebben herhaling van Charles Leclerc hier in ronde nummer 28. Die kijkt hier aan de binnenkant. Daar is gewoon ruimte, we laten ruimte zelfs. Komt daar op het vuil en moet hier even rustig aan gaan doen. Wij hebben gewoon minder tractie vanwege die versleten softbanden. Dan heeft Leclerc hier zicht op de buitenkant. Wij vergalopperen ons daar. En het is, ja, het is mijn fout waarom ik stuur, wat is het, veel te scherp in naar rechts. En daardoor is Leclerc out.
We kunnen weer racen en dat gat naar Sainz is 7 seconden, maar dat gaat hij al gelijk dichten. Kijk maar, 6,7 dit keer. 6,6. Dus de Spanjaard is het aan het dichtrijden en krijgen daar een officiële tracklimitswaarschuwing vanwege het afsnijden van die chicane. Ik wil gewoon zoveel mogelijk profiteren van het circuit en dan hoort er dit af en toe bij. Helaas, jammer, maar goed, het is wat het is. Het gat naar Sainz is 5,3 seconden. Dat heeft hij helemaal gedicht. Binnen een aantal meters is dat van 6,7 naar 5,2 gegaan. En achterblijvers gaan mij aanvallen om zich te kunnen unlappen. Want we hebben moeite. Waarom? De softbanden gaan eraan. Die zijn al over de helft oud. 14 rondjes. Oude softbanden eronder. 3,6 seconden. Sainz is gewoon uitstekend bezig om dat gat helemaal dicht te rijden. En we moeten gewoon oppassen dat hij ons zometeen niet gaat passeren. De wedstrijd is nog niet voorbij, want er zijn nog twee rondes te gaan. 2,3 is het gat naar Sainz. Blauwe vlaggen voor Christian Lundgaard, die moet hier aan de kant. Hetzelfde geldt voor Nicolas Latifi. Leclerc is binnen geweest voor een nieuwe neus. En Latifi doet dit slim. En kijk eens. 18e is het gat naar Sainz met nog twee rondes te gaan. Ronde nummer 30 is het. En Sainz zit er bovenop. Dat gat is een 10e. En kijkt hier naar de buitenkant. We maken hier niet dezelfde fout. Alhoewel, bijna. En Sainz raakt ons. Heeft ons geraakt. Wielbengen hier. Maar we geven niet op. Zeker niet. Kijken hier naar de buitenkant. Binnenkant, excuseer. Naar de binnenkant van Sainz. En dat lukt. Terwijl daar even Latifi zich wou unlappen. Dat lukt niet. Want wij blokkeren hem stevig. Waarom? Ik vind niet dat je dat daar moet doen. En wij gaan ook fel verdedigen van hem. Latifi is sneller. Maar ik wil niet dat hij ons op een ronde minder gaat zetten. Dat hij weer in dezelfde race ronde rijdt. Heel dicht langs die muur. Maar het is allemaal goed gekomen. Latifi kijkt naar de buitenkant. Maar we zijn de leider in de wedstrijd. En hij rijdt een andere race. Gaat daar ook Sainz blokkeren. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. We hebben het volgehouden. Alhoewel Lewis Hamilton kan nog misschien aanvallen. Want Sainz is naar binnen gekomen. Ricciardo eindigt op het podium. Verstappen komt tekort. Hamilton doet hier een alles of niets poging. Maar dat lukt niet. Vergalopeert zich voor de winst. Wij pakken hier de overwinning met een één-stop-strategie. Ongelooflijk. Drie race-overwinningen op een rij gewonnen. Dankzij een hele rare strategie toch gewonnen. Bizar, bizar. En gaan ons opmaken voor de volgende wedstrijd in Amerika. That's a spectacular victory then. And with it, the championship is secure. It's been a magnificent season. And they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Nou, hierbij dan dus de uitslag. Wij winnen dus de wedstrijd met een eenstopper. Ricciardo krijgt driver of the day. Hamilton naar het podium. Ricciardo naar het podium. Max komt helaas 3/10 tekort voor P3. Bottas naar P4. Sorry, Bottas naar P5. Perez 6, Russell 7, Tsunoda 8, Gasly 9. Nog eens op P10. Twee uitvallers, Giovinazzi en Zhou. En Leclerc met de snelste raceronde. En wij zijn dus ook niet meer te stoppen bij de coureurs en de constructeurs. Het is wat het is.
de uitslagen van het klassement ga ik zo niet meer benoemen. Waarom? Beide titels zijn al verdeeld. Beide titels zijn al verdeeld, dus het is gewoon zinloos om dat eens op te noemen. We gaan ons lekker voorbereiden voor de volgende race in Austin, Amerika, Texas, op het circuit of the Americas. Sponsorgeld $2,99 miljoen binnengeharkt. Goed om te zien. Wel schade gereden. 10.000 misgelopen door mij en $22,500 misgelopen dankzij Max. In totaal $38,86 miljoen op de bank. Dat is goed om te zien. Daarmee kunnen we het contract met Max gaan verlengen aan het einde van het seizoen. Volgens mij zijn er nog 3 rondes te gaan, als ik dat goed zeg. Het seizoen zit er alweer bijna op, mensen. Ja, het gaat heel hard. Het gaat echt hard. Op naar seizoen 5 dan. Maar eerst de resterende 3 races proberen zien te winnen. Als ik dat goed zeg, hoor. Want het kan zijn dat het zomaar 4 races zijn. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, bedankt dan zeker met een like. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Karim content. Er zijn trouwens nog maar 3 wedstrijden. Ik had het dus goed. Amerika, Mexico en Brazilië. Volg me even op sociale media. @GianLandSchaven. Op Twitter, Instagram en Facebook. En zou ik zeggen, ja, abonneer gewoon voor meer. Dit was de Gianland, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Karim. We gaan verder in Amerika. Tot ziens.